Hallo iedereen, ik ben hier met een kleine video omdat ik net een heel leuk idee had. Voor degenen die dat weten of niet, heb ik een aantal dagen terug, of misschien al een week terug eigenlijk, een kortingscode gemaakt die geldig was tot het einde van dit jaar. Dus tot eigenlijk 1 januari rond de middag of zoiets. Nu, de code, als je dat wilt weten, die staat in een van de laatste posts. En ik ga die anders opnieuw weer vermelden zodanig dat je het snel terugvindt, dus in community tab. En dan daaronder zie je de verschillende posts waar ik regelmatig kortingscodes plaats voor degenen die dat nog niet weten. Maar dus, het idee is dat sowieso kan je met die code 33% korting investeren in jezelf. En alles wat dat aanbiedt, alle diensten die er zijn, zelfs het duurste jaartraject spiritueel ondernemer, kan je met die code in huis halen. Nu, het leuke eraan is, was dat ik dacht van, hoe kan ik eigenlijk nog meer van diensten? Wat kan ik nog meer doen? En toen dacht ik van, wat als ik nu de mensen die inderdaad in zichzelf geïnvesteerd hebben, door het gebruiken van die codes, dus dat wil eigenlijk zeggen, tussen nu, als je iets aankoopt bij mij, tussen nu en 1 januari 2025, 12 uur, dan kom je automatisch in de pot met voor een wedstrijd, voor een giveaway. En dus daarin ga ik dan eigenlijk een gratis channeling weggeven, waarin dat je al de vragen die je hebt kan stellen, waarbij ik dan via channeling een antwoord ga opgeven. Plus, dan mag je ook 1 channeling weggeven aan iemand anders dat je kent. Ik heb dat vroeger ook nog gedaan en er zijn heel mooie dingen ook uitgekomen. Mensen die ook andere mensen tagden, andere die gewoon die mensen die persoonlijk kennen, maar die mensen gewoon volgden. Dus het is heel mooi om te zien hoe dat werkt. Dus weet je nog niet goed aan wie de eventuele cadeau kan geven? Dat kan je misschien ook. Ik heb vroeger in ver verleden, om het zo te zijn, heb ik ook gewerkt met waardebonnen. Dus als je niet goed weet aan wie je welk cadeautje moet geven, dan kan je ook eventueel een waardebon laten maken. Dat is wel een virtuele waardebon in dit geval. Of als je dat echt wenst, kan ik wel iets maken. Maar dus virtueel, ja, werkt gewoon veel sneller tegenwoordig. Zodanig dat je dat kan geven aan diegene waar je voor een cadeau zoekt. Zo, dus ik ga alles nog in de post zetten, zodat het duidelijk is. En dan in de loop van de eerste week van 2025, nog bijna aan het nieuwe jaar, ga ik dan de winnaar bekendmaken. En die dan kan dan ook kiezen aan wie dat hij nog eens extra cadeau geeft. Voilà, dat was voor nu. Tot in de volgende!